Welkom, fijn dat je kijkt naar alweer de vijfde video van dit hoofdstuk en we gaan het vandaag hebben over de sociale kwestie. De sociale kwestie, dat is eigenlijk de situatie die ontstaat vlak na de industriële revolutie en we hebben het dan over de slechte werk- en leefomstandigheden van de arbeiders. Het werk wat die arbeiders deden, dat was ontzettend gevaarlijk. De machines waren gevaarlijk. Af en toe dan explodeerde er een machine. Dus dan explodeerde er een stoommachine. Maar die machines die, die werkten ook gewoon door. En als daar een, een hand of een arm ergens tussen kwam te zitten, dan stopte die niet. Dus het was gewoon gevaarlijk werk. Daarbij waren de stoffen die, die, die uit de machines kwamen, ook heel erg smerig. Dus ook dat was gevaarlijk voor de gezondheid. Het was een ontzettende muffige, smerige bende in die fabriek. En daarbij waren de dagen ontzettend lang. Met heel erg weinig pauze. En het was heel normaal om 12 tot 14 uur gewerkdagen te hebben. En je had eigenlijk helemaal geen vakantie in die tijd. Als er dan iets met je gebeurde, dan waren er risico's voor jou. Dus op het moment dat jij een ongeluk kreeg in de fabriek. Of je was ziek. Dan had jij een probleem. En dan werd jij ontslagen. En kreeg je geen geld meer. En tegelijkertijd had jouw familie. Jouw gezin. En jouw kinderen. Die hadden dan ook geen eten meer. Er zijn twee kenmerkende aspecten die horen bij deze paragraaf. Omdat die sociale kwestie er is, waar we zo nog iets uitgebreider naar gaan kijken, zijn er discussies over. Wat moeten we doen aan die sociale kwestie? Moeten we als overheid ingrijpen of juist niet? En je ziet dat er emancipatiebewegingen opkomen die opkomen voor de rechten van die arbeiders. Nou, de emancipatiebeweging, daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Toen hebben we het gehad over. Feminisme en over de conventionele. En de emancipatiebeweging die hierbij hoort, dat zijn natuurlijk dan de arbeiders. En je zou ook wel kunnen zeggen dat zijn de socialisten. En dan hebben we het meteen weer over een politiek-maatschappelijke stroming. Als we dan gaan kijken naar de leefomstandigheden van de arbeiders in die tijd, dan waren die ook echt verschrikkelijk. Hè? Want dan kan je denken: van nou, een hele zware en lange werkdag. In de fabriek, maar dan kom ik thuis en dan kan ik lekker achterover gaan zitten. Nee, het leven van die mensen, ook als ze thuis kwamen, was eigenlijk verschrikkelijk. Ze woonden vaak in, in hele kleine huisjes. Er was ontzettend veel armoede. En vaak was er in zo'n huis maar, maar één kamer. Soms twee kamers. Dat betekent dat je in één kamer kookt en woont en slaapt en leeft. En dat vaak met grote gezinnen. Dat moet echt geen pretje geweest zijn. En Friedrich Engels, een van de mensen die Um, nadacht over het begin van het socialisme, zou je kunnen zeggen. Die omschreef de industriestad Manchester als de hel op aarde. Hij schreef in zijn boek. Um, volgens mij, als ik moet inschatten hoe het leven van een arbeider is in Manchester. dan kan je misschien maar beter dood zijn. Hoe kwam het dat die huisjes zo klein waren? Dat had er eigenlijk vooral mee te maken dat die industriele revolutie ontzettend snel was gegaan. Steden als Manchester en Liverpool waren een aantal jaar voor het begin van de industriele revolutie. Dorpjes geweest en die waren in een rotgang uitgegroeid tot gigantische steden, omdat er veel fabrieken waren en die fabrieken die moesten arbeiders hebben. Die arbeiders moesten in de buurt van de fabriek wonen en dus werden er zo snel mogelijk huisjes gebouwd die heel dicht op elkaar stonden, die heel klein waren, wat zorgde voor een ontzettende lelijke en smerige stad. Vaak zag je dat de, die huizen gebouwd waren aan de rand van de stad in gigantische woonwijken. En ja, aan de rand van de stad waren vaak ook de fabrieken. Dus daar hing de smok, daar hing de smerige rook uit de fabrieken. En het moet daar ontzettend ranzig geweest zijn om daarin te leven. Daarbij zag je ook dat er af en toe wat van die economische crisis waren. Dus dan was het even. Was er een dipje in de economie, werd er wat minder verkocht. Ja, en dan ontsloeg de baas gewoon de helft van de fabriek weer. En dan, een aantal maanden of een aantal jaren later, dan nam die mensen weer aan. Dus die mensen waren heel erg afhankelijk van de baas. Ze kregen ontzettend slecht betaald. En daardoor moesten zelfs ook kinderen gaan werken. En zien we dat onderdeel van de sociale kwestie ook de kinderarbeid is. Kinderen moeten gaan werken omdat er anders niet genoeg eten is, of niet genoeg geld om eten te kunnen kopen. Die kinderen waren ook nog eens heel erg handig om te kunnen gebruiken, want kinderen kon je minder betalen. Ze waren heel klein, dus ze konden onder machines doorkruipen om bijvoorbeeld het spoeltje van een machine af te halen. Maar dat was heel gevaarlijk voor die kinderen. En die kinderen eh, ja, leerden daarnaast ook helemaal niks, want ze waren de hele dag aan het werk. En als we het dan over kinderen hebben, hebben we het echt over kinderen van, van 6, 7, 8 jaar. Echt gewoon basisschoolleeftijd. En die kinderen maakten ook gewoon gerust werkdagen van 10 tot 12 uur. Dan denk je misschien, waarom komen die mensen niet in opstand? Waarom protesteren ze niet? Nou, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat er veel te veel arbeiders zijn. Dus op het moment dat één arbeider zegt, goh chef, ik krijg een beetje weinig betaald en ik wil graag een dagje meer vakantie, dan zei de baas, nou, wegwezen voor jouw tien anderen. En dan nam hij gewoon iemand anders aan. Je ziet dat er wel steeds meer aandacht komt voor de armoede. En dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken dat armoede nu zichtbaar was. Armoede was namelijk niet nieuw. Op het platteland was al lange tijd heel veel armoede. Maar de meeste mensen in de stad die zagen dat niet. Maar op het moment dat ja, de arbeiders naar de stad toe komen en die armoede zichtbaar wordt, zie je dat er ook in de steden steeds meer discussie komt over de gigantische groep mensen die het heel slecht had. En de socialisten, ik noemde het net al, dat is een beetje de emancipatiebeweging, de politieke stroming die opkomt voor de rechten van die arbeiders. De socialisten zeiden eigenlijk... Het is de schuld van het kapitalisme. Het kapitalisme was een economisch systeem opgekomen vanaf de VOC-tijd bijna zou je kunnen zeggen en het paste ook goed bij de ideeën van Adam Smith uit de Verlichting, paragraaf 7.1. Het kapitalisme geloofde dat als je zo weinig mogelijk ingreep in de economie, dat de economie eigenlijk zo goed mogelijk zou, zou lopen en dat er nou eigenlijk heel veel winst gemaakt zou kunnen worden. En de socialisten zeiden dat kapitalisme dat moeten we aanpakken en veranderen, anders kunnen we dit probleem van de sociale kwestie niet tackelen. Je zag ook dat er langzaam ook bij andere politieke stromingen wat twijfels waren. In die tijd kwam er ook een boek uit. Dat was het boek van Oliver Twist geschreven door Charles Dickens en er is ook een aantal jaar geleden een soort van film miniserie van gemaakt. Een aanrader trouwens om te kijken en je ziet daar hier het plaatje van. Maar dat boek werd gelezen in die tijd door veel mensen en daardoor zag je ook bij andere politieke stromingen wat twijfel ontstaan of er toch niet wat gedaan moest worden aan die sociale kwestie. Nou, de conservatieven, de mensen die eigenlijk het wel goed vonden zoals het vroeger was, die zeiden eigenlijk, we moeten er wel iets aan doen. Een beetje van het eigen belang, want zij waren bang dat de arbeiders anders in opstand zouden komen. En Dat ze misschien wel al hun macht kwijt zouden raken die ze misschien nog wel hadden. Dus zij wilden om te voorkomen dat die arbeiders ontevreden waren, die arbeiders wel wat helpen. De liberalen wilden daar eigenlijk over het algemeen helemaal niks van weten. Die zeiden: kapitalistisch systeem, dat betekent dat alle problemen zichzelf wel oplossen. Nou, dachten alle liberalen daar zo over? Nee. Er waren liberalen die we ook wel. Linkse liberalen noemen. En die hadden zoiets van: ja, binnen het liberalisme moet je vrijheid hebben om te doen wat je wil, maar die arbeiders die hebben helemaal geen vrijheid. Die zitten vast in een systeem en daar moeten we ze eigenlijk toch wel bij helpen. En misschien moet de overheid daar toch een klein beetje bij gaan ingrijpen. Wat ook nog de confessionelen, die zeiden ook van: we moeten wel zorgen dat we die arbeiders helpen, ook een beetje vanuit de naaste liefde die er hoort te zijn vanuit de kerk. En dan zie je dat er wetten worden aangenomen die die arbeiders een klein beetje moeten helpen. Wetten die zorgen dat de overheid een klein beetje ingrijpt en de fabriekseigenaar minder vrijheid heeft. Maar ja, wel wetten die ervoor zorgen dat de arbeiders wat meer vrijheid krijgen. En het eerste bekende wetje in Nederland, dat was het kinderwetje van Van Houten. Van Houten was de, uh, een kamerlid voor de liberalen, maar hij was zo'n linkse liberaal die toch vond dat er iets aangepakt moest worden. En Van Houten maakte een wetje waarin stond dat kinderen onder de 12 jaar niet mochten werken. Nou, dat betekende eigenlijk vooral dat kinderen niet meer in de fabriek werkten, omdat veel kinderen nog wel moesten werken, bijvoorbeeld op de boerderij, thuis. Maar het verminderde het aantal mensen, het aantal kinderen dat aan kinderarbeid deed wel. Pas als in 1900 de Leerplichtwet wordt aangenomen in de Tweede Kamer, zie je dat de kinderarbeid pas echt veel minder wordt. Want dan moeten die kinderen verplicht op school zitten. Dan kan je controleren of ze er zijn en als ze er niet zijn, kan je bij ouders thuis gaan om te vragen: Goh, waar zijn de kinderen? Maar je ziet dat het Kinderwetje van Van Houten, 1874, enorm helpt om de kinderarbeid te verminderen. Je ziet ook dat in 83 ook in Groot-Brittannië soortgelijke wetten worden aangenomen om kinderarbeid te verminderen. Maar het eerste land dat echt op grote schaal wetten aanneemt om te zorgen dat arbeiders beschermd worden, dat is Duitsland. Duitsland komt in 1983 met een ziektekostenverzekering. Dat betekent eigenlijk dat jij als jij ziek bent, dat je nog wat doorbetaald krijgt. Dat betalen ze door een klein beetje loon van de arbeiders in te houden, maar ook van de fabriekseigenaren, waardoor je een soort van potje hebt waar je uit kan betalen als die mensen ziek zijn. Maar een aantal jaren later komt er ook een ongevallenverzekering. Die ervoor zorgt dat je het nog doorbetaald krijgt als er een ongeluk gebeurt op je werk. En er komt ook een soort van pensioen. Dat je mag stoppen als je ouder bent dan 70. En Duitsland is daarmee de eerste verzorgingsstaat. Nou, wat was dan zo'n verzorgingsstaat? Een verzorgingsstaat is een land dat zorgt voor mensen die even een klein beetje hulp nodig hebben. En dat is dan vooral financiële hulp. Mensen die niet meer kunnen werken om verschillende omstandigheden. Omdat ze ziek zijn of omdat ze een ongeluk hebben gehad. Of om een hele andere reden. En in zo'n verzorgingsstaat heb je bijvoorbeeld dingen als een bijstandsuitkering als je geen werk meer hebt. Of kan je stoppen als je een bepaalde leeftijd bereikt. Uh, in Nederland is dat op dat moment volgens mij 67 of 68. En je ziet dat andere landen het voorbeeld van Duitsland dus, dus volgen. En inmiddels zijn de meeste landen in West-Europa hebben een soort van verzorgingsstaat. Ja, dat kan ook omdat er economische groei is in die tijd. Mensen verdienen meer geld en als je meer geld hebt, dan vind je het minder erg om dat geld opzij te leggen om andere mensen te kunnen helpen. De lonen in Nederland zijn namelijk he, van 1860 tot 1900 verdubbeld bij de werknemers. En dat betekent dat mensen dus gewoon wat meer geld over hebben. Nou, wat je ook ziet in deze tijd, is dat de emancipatiebewegingen samen met de vakbonden het voor elkaar krijgen om eh, ja, betere omstandigheden te krijgen voor de arbeiders. Nou, wat zijn dan vakbonden? Vakbonden zijn mensen die allemaal hetzelfde beroep hebben. En je moet het je zo voorstellen, als één arbeider naar de fabriekseigenaar toestapt en zegt, "God baas, ik wil graag uh, meer vakantie en wat hoger loon, dan zegt dus die, uh, die fabriekseigenaar, wat ik net ook al zei, ja, ga weg, ik huur iemand anders in. Maar als de hele fabriek, of sterker nog, alle fabrieken uit de regio allemaal zeggen, goh, ...fabriekseigenaren, jullie moeten er iets aan doen, anders gaan we staken, we leggen ons werk neer... ...dan moeten ze wel. En je ziet dat door die stakingen van de vakbonden en de emancipatiebewegingen... ...dat de arbeiders meer rechten krijgen. Ze krijgen wat vakantiedagen, wat minder lange werkdagen en wat hoger loon. En op die manier zie je dat de problemen in de sociale kwestie langzaam wat beter worden. Tot zover paragraaf 5. Heb je vragen? Nou, laat het dan weten. Dan probeer ik je daarbij te helpen. En tot de volgende keer.